dat je hier blijft. Ik kan echt niet meer zonder jou. Jouw weg ligt hier. Toch op met die bullshit. Ik heb hier toch alleen maar ellende. Er zijn hier meer monniken die je kunnen helpen. Ik wil geen monnik. Ik wil een vader. Hanna, ik moet terug naar India. En jij hebt hier een heel leven in te halen. En hier, in deze tempel, zullen er altijd mensen zijn om je te helpen. Maar jij zou me helpen. Olivier. Hey. Heeft mevrouw Grijpstaar een boodschap gedaan? Ja, die meuk. Ja, ook een kommetje meuk? Nee, ik was ochtends niet zo'n trek. Er is iemand vermoord. In die boeddhistische tempel. Kom er nog wel eens? Wie? Geen flauw idee. Ja, Ananda, een monnik. Ingewijd in India, daar heeft hij eigenlijk zijn hele leven gewoond. 8 maanden geleden is hij hierheen gekomen. En waarom? Om zijn dochter uit de grote vissen. Wat? Om zijn dochter uit de grote vissen. Ingeslagen schedel. Van achteren geraakt met een hard voorwerp. En volgens die meneer daar zijn er ook wat spullen verdwenen. Een jade Boeddha beeldje en wat sieraden. Dat zoiets in onze tempel moest gebeuren. Weet Hanna het al? We hebben er gebeld. En u bent? Ik ben Jinpa Lama. Meneer de Gier en ik kennen elkaar al langer. En u kende meneer Ananda ook al langer? Ach, hoe goed ken je een mens? Oh, ik hoopte zo dat het niet waar was.
verpleegster. Dat is Hanna, dochter van Amanda. Adjudant. Kom eens. Volgens mij hebben we het moordwapen gevonden. Ja, dat denk ik ook. Zeg, dat beeldje, dat stond daar altijd al? Wat een sympathiek zo'n beeldje, een glimlach. Alleen met een buikje vind ik ze toch leuker. Een religieuze moord? Is anders wel in de mode. Belachelijk. Boeddhisten hebben geen last van zendingsdrang. Die voeren geen heilige oorlog, die zijn geweldloos. Het boeddhisme is een heel persoonlijk religieus, besef, adjudant. Het gaat er niet om anderen te verbeteren, maar jezelf. Niet waar, Remus? Ja. Het is de weg naar het nirvana. Verlichting. Staat van totale onthechting. Vrij zijn van behoeften, verlangens, ambitie. Dat is toch wat een monnik nastreeft, hè? Dus als je een monnik zijn hersens inslaat, dan moet je nog een heel eind. Volgens mij is het gewoon een gym. Die tempel staat dag en nacht open voor iedereen. Ze zijn er al vaker binnen geweest om dingen te jatten. Volgens mij heeft Ananda iemand betrapt en die junk heeft gewoon iets gepakt om van zich af te slaan. En die zet dat weer keurig terug? Nou ja, mensen in paniek tot rare dingen. Die Ananda, die heeft in India gewoond. Die heeft jarenlang in een klooster geleefd. En is hij toch verder als al die anderen? Waar wil je nou heen? Nou, geeft dat geen scheve ogen. Hè? Bij die lama bijvoorbeeld was altijd de grote nummer 1. Als jij ook maar iets van boeddhisme begreep, dan zou je weten hoe belachelijk dit klinkt. Waar ga je nou naartoe? De zaak echt onderzoeken. Dat is niet erg boeddhistisch wat je nou doet, Swami. Boeddhisten zijn toch ook gewoon maar mensen? Niet meer en niet minder, adjudant. Sorry meneer, maar de lama is er. Nou, dan gaan we die even scheren. Meneer. Zag meneer Ananda liggen. U hebt gekeken of u directe hulp kon verlenen. Toen u constateerde dat Ananda overleden was, heeft u direct 112 gebeld. Ja. En u heeft verder niets aangeraakt of opgeruimd? Nee. Nou, dan mag u uw verklaring even nalezen en daarna ondertekenen. Ah, mag ik wat vragen? Ik weet niet hoe Ananda in het echt heette. In het echt? Ja, van toen hij nog in normale kleren rondliep. Nee, dat weet ik niet. En hoe heet u eigenlijk? Bart. Bart Douwens. Bart Douwens. Een mooie naam. U bent gewoon in Nederland monnik geworden. Ik ben in India ingewijd. Doe maar. En u heeft daar, net als Ananda, jarenlang in een klooster geleefd? Nou, nee. Oh. Dus, hij wist er eigenlijk aanzienlijk meer van dan u. Wist meer waar vanaf? Nou, boeddhisme. Dus dat hij zeg maar iets hoger in de pikorde stond. Wij kennen geen hiërarchische structuren waarin de een boven de ander staat. Ananda heeft jarenlang in een klooster in India gewoond, maar dat wil niet zeggen dat hij daardoor een beter boeddhist was. Beter dan iemand die altijd hier heeft gewoond. Zoals jij.
Wat? Zoals ik. Ja. Nee! Wacht, rustig aan. Kom, ik kan het toch wel gewoon zeggen waarom ik hier ben. Zeg me dat dan. Dan gaan we rustig praten over gisteravond. Waarom nou nog een bureau? Ja, je hebt een rol opgeleverd. Ja, een rol opgeleverd. Kom maar. Oh ja. Stop maar in de cel. In de cel. Oh, mijn vrouw, wacht ook. U kunt ons gewoon vertellen wat u tegen die Ananda had, hoor. U legt mijn woorden in de mond. Ik had niets tegen Ananda. Ik heb alleen maar gezegd dat ik hem geen betere monnik vond dan ik zelf. Hij moet nog wel daar even trekken. Ja. Dat was alles. Nee. Ja, dan ga je de rustig nog even door. Dankjewel, Rinus. Heb je bezwaar als ik even meeluister? Nee hoor, Rinus, je mag ook even vooraan komen zitten. Dan kun je het allemaal heel goed zien. Dus er was geen sprake van wrok, omdat u meer aanzien had dan u? Daar probeer ik boven te staan. Ja, precies, dat probeert u. Niet alleen ik, Ananda ook. Er was geen sprake van competitie tussen ons. En u weet niets wat ons verder kan helpen met ons onderzoek? Nee, niets. Dat was alles? Voorlopig wel. Daar. Gaat je mee? Met de Vienna van die lama. Ja, nee, precies. Dat is een heel emotioneel mannetje. Die schopt het toch nooit tot de Valhalla? Nirvana. Juist. Gaat erom wat ze zijn en niet om wat ze willen zijn. Kijk, jij wil een hele goede politieman zijn. Daar doe je stinkende best voor. En wat ben je? Wat ben ik? Ja, precies, Cardozo. Daar gaat het om. Dat is de vraag. Hè? Wat is Cardozo? Salam alaikum, alaikum. En kan het zo zijn dat die lama iets weet van die Ananda? Ananda. Ananda. Hoezo? Nou ja, kan dat. Ja, er is een regel dat een monnik een andere monnik moet vertellen over zijn fouten, dus... Ja. Dus die Ananda, die zijn weer teruggekomen om zijn dochter te helpen. Ja, dat hij wist dat ze typelde en dat ze gebruikte. Ja, dan komt hij helemaal terug uit een klooster uit India. Ja, maar dat is toch goed? Ja, heel goed. Maar dan is hij toch niet helemaal los van dingen of onthecht, hoe moet je dat zeggen, dat het hem allemaal niks gaat schelen. Nee, maar een monnik heeft sowieso de plicht om zich in te zetten voor het welzijn van anderen. Ah. Okay. Is er eigenlijk ook een mevrouw, Ananda? Nee, een monnik proeft niet de zoete vruchten van het huwelijk zoals jij die elke dag krijgt aangereikt. Ja, maar ik heb wel een punt. Hè? Die Hanna had wel een moeder. Zeg je nou zo, ben je er nou al uit? Weet je nou al wat je bent? Nee. Nee? Je bent een uitzoeker, een hele goede uitzoeker. Hè? Want jij gaat uitzoeken waar de moeder van Hanna de... De Wild. Hanna de Wild woont. Zeg, zou die man nou ook Ananda de Wild heten? Nou, dat lijkt me niet. En je weet niet waar Hanna is? Nee. Nee. Kom op, wij zijn thuis. Rinus, ze willen weten wat je met je arrestant wil. Hou maar vast zodat hij ontwenningsverschijnselen krijgt. Wat voor arrestant? Appie, een junk. Hij heeft al 2 keer eerder ingebroken in de tempel. Patty, kun je voor mij even uitzoeken waar de moeder van een Hanna de Wild woont? Nee, ik ben je persoonlijke assistente niet. Wie denk je wel niet dat je bent?
Wat is er nou zo aantrekkelijk aan dat boeddhisme? Dat hij niets lijkt op het leven wat ik nu leid. En wat is er dan mis aan het leven dat je nu leidt? Oh, wat doen we nou de hele dag? Mensen oppakken die elkaar de kop inslaan voor geld, macht, jaloezie. Ja, ik kan die mensen moeilijk laten lopen. Nee. Maar boeddhisten vallen niemand lastig. Laat staan dat ze iemand vermoorden. Vrede, rust, meditatie. Nou, het slechte zit nou eenmaal in de mens. Dat is maar goed ook. Dan zaten jullie nou zonder werk. En ik zonder klandizie. Nee, werk. Ook zoiets. Waarom werken mensen? Geld. Geld. Zodat ze daarmee hun aardse lusten kunnen betalen. Maar zo'n monnik heeft helemaal niks. 3 robes en een bedelnap. Dat is alles. Ah, even wat koffie met bedelnap, ja, alsjeblieft. Maar zo'n reis door je innerlijk, dat is toch veel interessanter dan 2 maanden met een jeep door Afrika? Heb je dat wel eens gedaan dan? Nee, maar dat zeg ik niet. Dat interesseert mij helemaal niet. Wanneer ben jij jarig? Jarig? Ja, krijg van mij zo'n soepjurk. Er zijn een paar aardse lusten waar ik moeilijk afstand van kan doen. Hey, Linus. Wat heb ik nou ook? Mag ik wel een broodje petervlees? Oh. Weer een serieus gesprek te voeren tegen een soepje voor je verjaardag. Vermoord? Nee, daar weet ik niks van. Dan kun je me echt niet zomaar verpakken. Nou, de brigadier hier anders vindt van wel. Was jij gisteravond in de tempel? Nee! Waar was je dan? Weet ik veel. Gewoon buiten op straat. Maar lul toch niet! Je hebt de hele avond gezeten van de regen. Waar was je? Weet ik veel. Overal. Oh, en dit is allemaal toevallig je zak ingewaaid? Nee, die heb ik gekregen. Oh, shit. Van wie? Oké. Ik was in de tempel. Ik ben er wel vaker. Ja, dat weet ik. En weet je niet, Seattle of zo? Boeddhisten zijn hele goede mensen, dat jij kind van. Maar je hebt er al 2 keer van gejat. Mag ik weg? Maar... Nee. Alsjeblieft. Hoe kom je aan die sieraden? Een vent gekregen. Welke vent? Een kale, ja, met die jurk aan. Houd op, man. Zo genoeg voor het gewoon. Want hij zegt tegen mij, als je los komt, maar ze hebben zo'n stelling. Voor jou insluiten voor de nacht, of ga je nog praten? Nee, oh, wacht. Dan laten we een nieltje maken, hè? Jullie laten mij vrij, ja? Niet moeilijk over die spulletjes, ja? En als ik buiten sta veilig, ja, dan zeg ik wat ik weet. Nou, wat kan jij nou zeggen dat interessant voor ons is? Ik heb ze ruzie willen maken. Oh? Wie? Nee. Eerst ik naar buiten, niet moeilijk doen, en dan zeg ik wat weet. Dan blijft hij gewoon gezellig een nachtje logeren, dan lullen we morgen verder. Nee, godverdomme! Moet je maar praten, jongen. Ga niet zelfs je klootzakken! Moet je komen! Klossen! Het moeder van hem! Ik wegwees je, wegwees je! Vader van Anna? Paul? Paul hoe? Wesley. Eigenlijk heb ik meer dan 20 jaar niet gezien. Waarom komt u dan mee bij mij? Hij is dood. Hij is vermoord. Echt? Jezus. En u wist niet dat u was teruggekomen? Nee. Heeft Hanna u dat niet verteld? Hanna? Die heb ik ook al in tijden niet meer gezien. Heeft u haar gesproken? Ja. En hoe gaat het met hem? Nou, wel goed, geloof ik. Dat gelooft u? Ze is afgekikt met hulp van Paul. Maar nu is ze weg. Dus Paul en Hanna hebben elkaar ontmoet? Ja. Waarom liet Paul u en Hanna achter? Ik denk dat Paul nooit iets van Hanna heeft geweten. Dus hij liet alleen u achter? Nou, nee. Nou ja, als hij toch dood is. Hij is gevlucht. Oh. Waarvoor? We studeerden in die tijd. Paul deed chemie. En we waren nogal wild. Paul maakte drugs met wat mensen van de faculteit.
Hij maakte drugs? Ja, LSD, speed. Maar soms verkocht hij dat, maar meestal was het voor onszelf. En wie zijn dan ons? Een vriendenclub. En waarvoor moest hij nou vluchten? Een meisje, Nora. Werd gek tijdens een trip. Psychotisch. Nee, is van de flat gesprongen. Dus hij liep weg voor de politie? Nee, dat geloof ik niet. Die vader, die ging helemaal over de rooien. Die wilde hem vermoorden. De achternaam van die Nora, weet u dat nog? Appelmans. Ja. Dank u wel. Ik weet het al. Jij was de grote uitzoeker. Ja. Nou, we hebben weer wat voor je, hoor. Ja, wij willen weten waar de vader van Nora Appelmans woont. Een jaar of 20 geleden. Foute LSD-trip, zelfmoord. Dank je wel, jongen. Zo, dus jullie noemen dit onthechting. Hè? Zwangere vrouw alleen achterlaten. Vervolgens 20 jaar lang niks meer laten horen. Hè? Er zit toch weinig spiritueels bij. Hij ging niet zomaar naar India. Hij zocht ontrichting. Oh, nou, als je het goed vindt, dan hecht ik me nog heel even aan deze zaak. Hallo. Hi, ik ben op zoek naar Rinus. Rinus, wie ben je als ik vragen mag? Hanna, hij kent me. Oké. Rinus is er even niet, maar ik verwacht hem elk moment terug. Laat hem maar. Nee. Hier. Neem een kopje koffie. Ziet eruit alsof je het kan gebruiken. Nee, dat hoeft niet. Jawel. Hier, gevulde koek erbij. Ik heb mijn hele leven gesaggeld in de zaak om haar naar de universiteit te kunnen sturen. En dan maakt ze een klootzak haar kapot. Wat u bedoelt, Paul? Ja. Ze kennen elkaar al vanaf de kleuterschool. Toen zat er al geen maat op. Gevaarlijke spelletjes. Fikkie stoken, laten stiekem roken. Jatten, winkels. Ik heb mezelf een keer uit het bureau moeten halen. Noor was een goede meid. Hij deugde niet. U heeft gedreigd hem toen te vermoorden. Ja. Ik wilde die klootzak met mijn scherpste mes aan stukken snijden, uitbenen en door de haakmolen draaien. Nou, wat dat betreft was het wel goed dat hij betijds naar India is geëmigreerd. Is de kleerlijn naar India gegaan? Ja. Hij is in een boeddhistische tempel terechtgekomen. Het is niet waar. Ja, hij is monnik geworden. Laat me niet lachen. Stront blijft stront. Waar is die nou? Nou, als het goed is, in het mortuarium. Dus hij is dood? Ja. Het verbaast u niet? Mij niet, nee. Vent verdient niet beter. Paul is een aantal maanden geleden teruggekomen naar Nederland. En hij is vannacht in een boeddhistische tempel hier in Amsterdam vermoord. En u bent hem hier toevallig de afgelopen tijd tegen het lijf gelopen? Ik en niet, nee. Waar was u vannacht tussen 12 en 2? In bed. Uw vrouw kan dat bevestigen. Ik ben gescheiden. Nou, Nora is dood. Rinus, heeft u toevallig ook warme ballen? Twee. Doe er maar twee. Broodje erbij? Nee. Heel even. Ja. En mag ik vragen waar je Rinus van kent? Van de tempel. Komt hij daar vaak? Weet ik niet. Ben je ook boeddhistisch? Nee, niet echt. Ik weet er niet zo heel veel van.
Nou, hij heeft het er niet zo vaak over, maar ik geloof wel dat het heel belangrijk voor hem is. Ik kom een andere keer wel terug. Ja. Jezus, Anna. Waar zit je nou? Voor hetzelfde geld heeft zij haar vader zijn hersens ingeslagen. Ach, het is onmogelijk. Ik wil in ieder geval niet dat ze vannacht in de cel moet doorbrengen. Wat wil je dan? Haar opvangen, haar in huis nemen. Want ze is er al een keer vandoor gegaan. En wie zegt mij dat ze dat niet nog een keer doet? Ik. Rinus, ze is een junkie. Ze heeft getippeld om aan drugs te komen. Maar junkies zijn niet te vertrouwen. Als iemand dat kan weten, ben ik dat. Anna gebruikt niet meer. Ja. Je weet dat het niet mag, brigadier. In mijn huis. Weg. Weg. Ik gebruik niet meer. Weg. Weg. Hoe lang denk je dat het nog duurt met dit in je tas? Ik gebruik niet meer. Kijk dan. Neem het maar mee. Ik heb het niet meer nodig. Nou, Piet. Als je meewerkt, dan zorgen we dat je iets krijgt. Ik weet mee. Die sieraden. Die heb ik gejat. Die kwam uit de tempel. Ja. Toen hebben die monnik ruzie willen maken. Ja. Met wie? Het meisje. Dit hoertje, de ex-junkie. Anna? Ja. Ja, en het ging enorm tegen hem te kippen. Waar ging die ruzie over? Dat weet ik niet, man. Ik had gewoon een shot nodig en ik heb nu weer een shot nodig. En mag ik weg? Ogenblikje. Dus je bent de hele nacht bij me geweest en jullie hebben het niet gehad over die ruzie. Nou, kom eens alleen niet op. Wat wil je nou zeggen dat ze er weer vandoor is? Ja, dus. Ze had heroïne bij zich. Godverdienis! En heb je er weer alleen gelaten? Ze had niet gebruikt. Het biedt toch een ontzettende lul, man? We hebben je zo gewaarschuwd. Eikel! Sorry, wat wil je dat ik zeg? Sorry! Ja, ik. Hier is rustig. Ik ga het vinden. Cadeau zo mee. En je houdt je kop tegen de commissaris. Jij ook. Weet jij iets van
ruzie tussen Ananda en haar? Volgens mij hadden ze nooit ruzie. Wat weet je eigenlijk van Ananda? Niet veel. Heeft hij jou nooit verteld over het verleden? Alle fouten die hij gemaakt heeft? Dit is toch hopelijk geen verhoor? Wat wil je eigenlijk precies weten? Of een mens kan veranderen. Ananda had een geschiedenis. Dat meisje dat van de flat is gesprongen. Daar wist jij van? We hebben het er vaak over gehad. Over het evenwicht dat hij kon herstellen door Hanna te helpen. Waarom heb je ons daar niks over verteld? Wij mogen geen kwaad spreken van andere monnik. En dit had niks met die moord te maken. Dat weten we helemaal niet. Heeft Anna je ook verteld over de vader van dat meisje? Die man kon de dood van zijn dochter niet verwerken. Hij heeft gedreigd Anna te vermoorden. Daarom ging Anna naar India. Weet jij hoe die man eruit ziet? Ja. Niet groot. Blauwe ogen. Korte grijze krullen. Allen onder de ogen. Begrijp het. Verslaving is een ziekte. Maar u mag de moed niet opgeven, mevrouw De Wild. Ja, u weet niet waar ze uit zou kunnen hangen. Heeft ze nog vrienden van vroeger? Betty! Ja, nou in ieder geval bedankt. En als we haar vinden, dan laten we het u weten. Waar is Cardozo? Rapporten uittikken, dat is Cardozo's werk. Ja, jij hebt hem zelf de straat opgestuurd om Anna te zoeken. Is er nog geen reden waarom ik rapporten moet uittikken? Dat gezeik met al die letters. Slager liegt. Waarover? Hij is wel in die tempel geweest, hij heeft gevraagd naar Ananda. En wie zegt dat? Lama. Aha, meneer de Lama is dus eindelijk gaan spugen. Hè? Zie je wel, ik wist wel dat hij wat achterhield. Zal wel in jouw ondervragingstechniek liggen. Nou, mijn ondervragingstechniek markeert helemaal niks hoor. Dan moet jij maar eens opletten. Oude monnik. Zoals u weet heb ik een zaak waar ik niet gemist kan worden, dus ik zou zeggen ter zake. Nou, begint u dan maar. Hè? Waarmee? Met de waarheid vertellen. Ik heb de waarheid verteld. Nou, niet de hele waarheid. Ik ben wel in de tempel geweest en u heeft naar Paul gevraagd. Brigadier, er is iemand voor je. Nee. Nou? Wie zegt dat? Die monnik waar u mee gepraat heeft. Het is niet waar, ik ben er nooit geweest. Oh. Dus die monnik, die liegt. Nou ja, misschien dat ik... Ja. Nee, een monnik liegt niet. Hè? Jij liegt. U heeft die Paul gezien. Niet waar? Ik zeg niet waar. Goed. Ik heb hem gezien. Bij een restaurant in de buurt van de tempel, ik lever daar vlees. Ach, waarom herkende u hem dan? Als zijn ogen. En dat liet me niet los.
Dus een paar dagen daarna ben ik naar die tempel gegaan om te kijken of die het echt was. Want niemand kende daar een Paul. Oh, en toen heb je het erbij laten zitten. Ja. Ach man, dat is toch gelul. Je zei zelf dat het je niet losliet. Je wilde wraak nemen op die klootzak. En toen heb je het gedaan. Nee. Ja, ik bedoel, ja, nee. Ik wou dat. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb me dagen afgevraagd of ik me zou vermoorden, die klootzak. Maar nou is iemand anders me gewoon voor geweest. Nee. Ik wil gewoon alleen even weten waar die ruzie over ging. Welke ruzie? Met je vader in de tempel! Hij wil weer terug naar India. Vertelde hij ook waarom? Nee. Ik werd kwaad omdat hij mij zomaar in de steek wilde laten. Terwijl ik nog helemaal niet alleen verder kan. Maar ja, nou zou ik wel moeten, hè? En? Lukt het een beetje? En hoe lukt het, Marinus? Weet je hoe fucking makkelijk het is om die naald in mijn arm te steken? Is de ruzie afgelopen? Ik zou met hem meegaan naar India. Ja. Er is daar een dorpje waar hij me wilde onderbrengen tot ik werk had gevonden. Oh. Dus jij was bereid om alles in de steek te laten hier? En wat is dan alles? Mijn huis dat ik niet heb? Mijn baan als tippelhoertje? Nou, je moeder, bijvoorbeeld. Mijn moeder heb ik al jaren niet gezien. Ik denk niet dat ze me zou missen. Hoe kun jij dat dan weten? Je moeder dacht dat jij nog steeds aan de drugs was. Nee hoor, ze weet dat ik clean ben. En jouw moeder wist dat jij clean was? Hoe weet ze dat nou als jij al jaren niet gesproken hebt? Dat heeft papa haar verteld. Ananda heeft haar dat ver... Wanneer dan? Ja, weet ik veel. Ging me zo af en toe langs. Oh, jullie weer. Ja, wij weer. Maar dit keer gaat hij met ons mee. Waarom? Ik wist al lang dat Paul terug was. Wie zegt dat? Anna. Hoe gaan die dingen? Moet ik een tandenborstel meenemen? Hij was zomaar verdwenen. Even onderduiken. Maar hij was gewoon weg. Zonder een spoor achter te laten. Ik wist niet dat hij naar India ging. Had hij het nooit eerder met u over het boeddhisme gehad? Ik stond er helemaal alleen voor. Met Hanna. Terwijl Paul zijn innerlijke rust aan het zoeken was. Moest ik het hier in mijn eentje maar zien te rooien. Zonder geld, met een klein kind. En toen Hanna aan de drugs raakte, toen ging ik er zelf ook aan onderdoor. Maar Ananda is toch... Paul is toch teruggekomen om haar te helpen? Ineens stond hij voor mijn neus. Was hij van zo'n hoge berg afgekomen om ons gewone aardelingen een beetje te helpen met onze kleine besonjes. Hij heeft er wel voor gezorgd dat Hanna is afgekikt. En waarom bent u niet meteen naar haar toe gegaan? Ik was al zo vaak afgekikt. En weer teruggevallen. Ik kon niet zomaar geloven dat het deze keer blijvend zou zijn. En Paul zei tegen mij dat ze naar me toe zou komen als ze er klaar voor was. Maar zo is ze nooit gekomen. Nee, meneer besloot ineens om terug te gaan naar zo'n hoge berg. En toen ben ik kwijt geworden. Hij had ons al een keer eerder verlaten, dus... Deze keer kon me niet zoveel schelen. Totdat hij zei dat Hanna ook mee kwam.
Zou dat niet beter voor haar geweest zijn? Ik bedoel, in zo'n boeddhistische leefgemeenschap zou ze niet zo snel hebben teruggevallen. Paul was een grote egoïst. Dat hele boeddhistische monnikengedoe heeft er nooit een reet aan veranderd. Hij vond zichzelf het begin en het einde van de wereld. Hij heeft zich nooit één moment afgevraagd hoe het voor mij voelde toen hij wegging. Ik ging bijna onderdoor. We hadden aan de drugs raakte, jarenlang medicijnen. Ik had mezelf net weer een beetje op orde toen hij langskwam. Weet u wat hij zei? De eerste keer dat hij bij me langskwam. Hij zei dat hij me mijn dochter terug kwam geven. Ja. Ik geloofde hem. Ik geloofde hem. En toen belde hij doodleuk op. Dat hij weer wegging en dat hij mijn Hanna met zich meenam. En toen heeft hij hem in de tempel opgezocht. Hij weigerde om Hanna achter te laten of om zelf hier te blijven. Ironisch. Juist zo'n Boeddha-beeld dat staat voor vrede, wijsheid en verzoening, dat hem fataal is geworden. Hadden ze dat beeld maar niet in brons moeten gieten. Ergens had die Lotte toch gelijk. Dat onthecht zijn, dat is toch een asociale staat van zijn. Dat is gewoon je nergens iets van aantrekken. Ja, ja, zo kan je het ook bekijken. Assam Monnik, nou geil is hem. Bloedgeil. Hoe lost hij dat dan op? Nou, dan pakt hij zijn pedel nou. Mij even uitzoeken waar de moeder van een Hanna de Wild woont. Nee, ik ben je persoonlijke assistente niet. Wie denk je wel niet dat je bent? Wat is er nou zo aantrekkelijk aan dat boeddhisme? Dat hij niets lijkt op het leven wat ik nu leid. En wat is er dan mis aan het leven dat je nu leidt? Wat doen we nou de hele dag? Mensen oppakken die elkaar de kop inslaan voor geld, macht, jaloezie. Ja, ik kan die mensen moeilijk laten lopen. Nee. Maar boeddhisten vallen aan niemand lastig. Laat staan dat ze iemand vermoorden. Vrede, rust, meditatie. Nou, het slechte zit nou eenmaal in de mens. Dat is maar goed ook. Dan zaten jullie nou zonder werk. En ik zonder klandizie. Nee, werk. Ook zoiets. Waarom werken mensen? Geld. Geld, zodat ze daarmee hun aardse lusten kunnen betalen. Maar zo'n monnik heeft helemaal niks. 3 robbers en een bedelnap. Dat is alles. Ah, even wat koffie met bedelnappen, als je wil. Zo'n reis door je innerlijk, dat is toch veel interessanter dan 2 maanden met een jeep door Afrika? Heb je dat wel eens gedaan dan? Nee, maar dat zeg ik niet, dat interesseert mij helemaal niet. Wanneer ben jij jarig? Jarig? Ja, ik krijg van mij zo'n soepjurk. Er zijn een paar aardse lusten waar ik moeilijk afstand van kan doen. Hé, Linus. Wat heb ik nou ook? Mag ik wel een broodje pepervlees? Och. Weer een serieus gesprek te voeren tegen een soepjurk voor je verjaardag. Vermoord? Nee, daar weet ik niks van. En kun je me echt niet zomaar verpakken? Nou, de brigadier hier anders vindt van wel. Was jij gisteravond in de tempel? Nee! Waar was je dan? Weet ik veel. Gewoon buiten op straat. Maar lul toch niet! Je hebt de hele avond gezeten van de regen. Waar was je? Weet ik veel. Overal. Oh, dit is allemaal toevallig je zak ingewaaid? Nee, die heb ik gekregen. Oh, shit! Van wie? Oké. Ik was in de tempel. Ik ben er wel vaker. Ja, dat weet ik. En niet zo'n Seattle of zo. Boeddhisten zijn hele goede mensen dat jij kind van. Maar je hebt er al 2 keer van gejat. Mag ik weg? Nee. Zit. Hoe kom je aan die sieraden? Ik heb een vent gekregen.
Welke vent? Een kale, ja, met die jurk aan. Houd op, man. Zo genoeg van het gevoel. Want hij zegt tegen mij, als je los komt, mag ze hebben en zo zijn die mensen. Voor jou insluiten voor de nacht, of ga je nog praten? Nee, nee, ho! Ho, ho! Of wacht! Laten we niet. Een religieuze moord? Anders wel in de mode. Belachelijk. Hoe die hebben geen last van zendingsdrang. Die vorige heilige oorlog, die zijn geweldloos. Het boeddhisme is een heel persoonlijk religieus besef, adjudant. Het gaat er niet om om anderen te verbeteren, maar jezelf. Niet waar, Rimes? Ja. Het is de weg naar het nirvana. Verlichting. Staat van totale onthechting. Vrij zijn van behoeften, verlangens, ambitie. Dat is toch wat een monnik nastreeft, hè? Dus als je een monnik zijn hersens inslaat, dan moet je nog een heel eind. Volgens mij is het gewoon een junkie. Die tempel staat dag en nacht open voor iedereen. Ze zijn er al vaker binnen geweest om dingen te jatten. Volgens mij heeft Ananda iemand betrapt en die junk heeft gewoon iets gepakt om van zich af te slaan. En die zet dat weer keurig terug? Nou ja, mensen in paniek tot rare dingen. Die Ananda, die heeft in India gewoond. Die heeft jarenlang in een klooster geleefd. En is hij toch verder als al die anderen? Waar wil je nou heen? Nou, geeft dat geen scheve ogen. Hè? Bij die lama bijvoorbeeld was altijd de grote nummer 1. Als jij ook maar iets van boeddhisme begreep, dan zou je weten hoe belachelijk dit klinkt. Waar ga je nou naartoe? De zaak echt onderzoeken. Dat is niet erg boeddhistisch wat je nou doet, Swami. Boeddhisten zijn toch ook gewoon maar mensen? Niet meer en niet minder, adjudant. Sorry meneer, maar de lama is er. Nou, gaan we die even scheren. Meneer. Of u direct hulp kon verlenen. Toen u constateerde dat Ananda overleden was, heeft u direct... In bed? Uw vrouw kan dat bevestigen. Ik ben gescheiden. Na Nora is dood. Rinus? Heeft u toevallig ook warme ballen? Twee. Doe er maar twee. Broodje erbij? Nee. Heel even. Ja. En mag ik vragen waar je Rinus van kent? Van de tempel. Komt hij daar vaak? Weet ik niet. Ben je ook boeddhistisch? Nee, niet echt. Ik weet er niet zo heel veel van. Nou, hij heeft het er niet zo vaak over, maar ik geloof wel dat het heel belangrijk voor hem is. Ik kom een andere keer wel terug. Ja. Jezus, Anna. Waar zit je nou? Ja, voor hetzelfde geld heeft zij haar vader zijn hersens ingeslagen. Ach, het is onmogelijk. Ik wil in ieder geval niet dat ze vannacht in de cel moet doorbrengen.
Wat wil je dan? Haar opvangen, haar in huis nemen. Want ze is er al een keer vandoor gegaan. En wie zegt mij dat ze dat niet nog een keer doet? Ik. Rinus, ze is een junkie. Ze heeft getippeld om op drugs te komen. Maar junkies zijn niet te vertrouwen. Als iemand dat kan weten, ben ik dat. Anna gebruikt niet meer. Ja. Je weet dat het niet mag, brigadier. Weet je nou? En voor hetzelfde geld heeft zij haar vaders hersens ingeslagen. Ach, het is onmogelijk. Ik wil in ieder geval niet dat ze vannacht in de cel moet doorbrengen. Wat wil je dan? Haar opvangen, haar in huis nemen. Want ze is er al een keer vandoor gegaan. En wie zegt mij dat ze dat niet nog een keer doet? Ik. Rinus, ze is een junkie. Ze heeft getippeld om op drugs te komen. Want junkies zijn niet te vertrouwen. Als iemand dat kan weten, ben ik dat. Anna gebruikt niet meer. Ja. Je weet dat het niet mag. Ik ga hier. Wat is dit? Weg, huis uit. Geen junks in mijn huis. Weg, weg. Ik gebruik niet meer. Weg, weg! Hoe lang denk je dat het nog duurt met dit in je tas? Ik gebruik niet meer. Kijk dan! Neem maar mee. Ik heb het niet meer nodig. Nou, Piet. Als je meewerkt, dan zorgen we dat je iets krijgt. Sieraden. Die heb ik gejat. Die kwam uit de tempel. Ja. Toen hebben die molk ruzie horen maken. Ja. Met wie? Het meisje. Het hoertje, de ex-junkie. Hanna? Ja. Ja, het ging enorm tegen hem te keer. Waar ging die ruzie over? Dat weet ik niet, man. Ik had gewoon... Volgens mij hebben we het moordwapen gevonden. Ja, dat denk ik ook. Zeg, dat beeldje, dat stond daar altijd al? Ja. Ook wel sympathiek, zo'n beeldje. Een glimlach. Alleen met een buikje vind ik ze toch leuker. Religieuze moord? Dat is anders wel in de mode. Belachelijk.
boeddhisten hebben geen last van zendingsdrang. Die voeren geen heilige oorlog, die zijn geweldloos. Het boeddhisme is een heel persoonlijk religieus besef, adjudant. Het gaat er niet om om anderen te verbeteren, maar jezelf. Niet waar, Rimus? Ja. Het is de weg naar het nirvana. Verlichting. Staat van totale onthechting. Vrij zijn van behoeften, verlangens, ambitie. Dat is toch wat een monnik nastreeft, hè? Dus als je een monnik zijn hersens inslaat, dan moet je nog een heel eind. Volgens mij is het gewoon een junk. Die tempel staat dag en nacht open voor iedereen. Ze zijn er al vaker binnen geweest om dingen te jatten. Volgens mij heeft Ananda iemand betrapt en die junk heeft gewoon iets gepakt om van zich af te slaan. En die zet dat weer keurig terug? Nou ja, mensen in paniek tot rare dingen. Die Ananda, die heeft in India gewoond. Die heeft jarenlang in een klooster geleefd. En is hij toch verder als al die anderen? Waar wil je nou heen? Nou, geeft dat geen scheve ogen. Hè? Bij die lama bijvoorbeeld was altijd de grote nummer 1. Als jij ook maar iets van boeddhisme begreep, dan zou je weten hoe belachelijk dit klinkt. Waar ga je nou naartoe? De zaak echt onderzoeken. Niet erg boeddhistisch wat je nou doet, Swami. Boeddhisten zijn toch ook gewoon maar mensen? Niet meer en niet minder, adjudant. Sorry meneer, maar de lama is er. Nou, dan gaan we die even scheren. Meneer. Heb jij Hanna vandaag gezien?
Nee, ik vind het wel. Ines, denk aan je aan. Je maakt je zorgen. Ja. Weet je dat hij in India ging? Had hij het nooit eerder met u over het boeddhisme gehad? Ik stond er helemaal alleen voor. Met Hanna. Terwijl Paul zijn innerlijke rust aan het zoeken was. Moest ik het hier in mijn eentje maar zien te rooien. Zonder geld, met een klein kind. En toen Hanna aan de drugs raakte, toen ging ik er zelf ook aan onderdoor. Maar Ananda is toch... Paul is toch teruggekomen om haar te helpen? Ineens stond hij voor mijn neus. Was hij van zo'n hoge berg afgekomen om ons gewone aardelingen een beetje te helpen met onze kleine besonjes. Hij heeft er wel voor gezorgd dat Hanna is afgekikt. En waarom bent u niet meteen naar haar toe gegaan? Ik was al zo vaak afgekikt. En weer teruggevallen. Ik kon niet zomaar geloven dat het deze keer blijvend zou zijn. En Paul zei tegen mij dat ze naar me toe zou komen als ze er klaar voor was. Maar zo is ze nooit gekomen. Nee. Nee, meneer besloot ineens om terug te gaan naar zo'n hoge berg. En toen ben ik kwijt geworden. Hij had ons al een keer eerder verlaten, dus... Deze keer kon er niet zoveel schelen. Totdat hij zei dat Hanna ook meekwam. Zou dat niet beter voor Hanna geweest zijn? Ik bedoel, in zo'n boeddhistische leefgemeenschap zou ze niet zo snel hebben teruggevallen. Paul was een grote egoïst. Dat hele boeddhistische monnikengedoe heeft er nooit een reet aan veranderd. Hij vond zichzelf het begin en het einde van de wereld. Maar hij heeft zich nooit één moment afgevraagd hoe het voor mij voelde toen hij wegging. Ik ging bijna onderdoor. We hadden aan de drugs raakte, jarenlang medicijnen. Ik had mezelf net weer een beetje op orde toen hij langskwam. Weet u wat hij zei? De eerste keer dat hij bij me langskwam. Hij zei dat hij me mijn dochter terug kwam geven. Ja. Ik geloofde hem. Ik geloofde hem. En toen belde hij doodleuk op. Dat hij weer wegging en dat hij mijn Hanna met zich meenam. Opgezocht. Hij weigerde om Hanna achter te laten of om zelf hier te blijven. Ironisch. Maar u mag de moed niet opgeven, mevrouw De Wild. Ja, u weet niet waar ze uit zou kunnen hangen. Heeft ze nog vrienden van vroeger? Betty! Ja, nou in ieder geval bedankt. En als we haar vinden, dan laten we het u weten. Waar is Cardozo? Rapporten uittikken, dat is Cardozo's werk. Ja, jij hebt hem zelf de straat opgestuurd om Hanna te zoeken. Is er nog geen reden waarom ik rapporten moet uittikken? Dat gezeik met al die letters. Slager liegt. Maar over. Hij is wel in die tempel geweest. Hij heeft gevraagd naar Ananda. En wie zegt dat? Lama. Aha, meneer de Lama is dus eindelijk gaan spugen. He? Zie je wel, ik wist wel dat hij wat achterhield. Zal wel in jouw ondervragingstechniek liggen. Nou, mijn ondervragingstechniek markeert helemaal niks hoor. Dan moet jij maar zo opletten. Oude monnik. Thank you.
zoals u weet heb ik een zaak waar ik niet gemist kan worden, dus ik zou zeggen ter zake. Nou, begint u dan maar. Hè? Wanneer? Met de waarheid vertellen. Ik heb de waarheid verteld. Nou, niet de hele waarheid. U bent wel in de tempel geweest en u heeft naar Paul gevraagd. Brigadier, er is iemand voor je. Ja. Nou? Wie zegt dat? Die monnik waar u mee gepraat heeft. Het is niet waar, ik ben er nooit geweest. Oh. Dus die monnik, die liegt. Nou ja, misschien dat ik... Nee. Een monnik liegt niet, hè? Jij liegt. U heeft die Paul gezien, niet waar? Ik zeg niet waar. Goed. Ik heb hem gezien. Bij een restaurant in de buurt van de tempel. Ik lever daar vlees. Ach, waarom herkende u hem dan? Als een ogen. En dat liet me niet los. Dus een paar dagen daarna ben ik naar die tempel gegaan om te kijken of die het echt was. Want niemand kende daar een Paul. Oh, en toen heb je het erbij laten zitten. Ja. Ach man, dat is toch gelul. Je zei zelf dat het... En u wist niet dat u was teruggekomen? Nee. Heeft Hanna het niet verteld? Hanna? Die heb ik ook al in tijden niet meer gezien. Heeft u haar gesproken? Ja. En hoe gaat het met hem? Nou, wel goed, geloof ik. Wat gelooft u? Ze is afgekikt met hulp van Paul. Maar nu is ze weg. Dus Paul en Hanna hebben elkaar ontmoet? Ja. Waarom liet Paul u en Hanna achter? Ik denk dat Paul nooit iets van Hanna heeft geweten. Dus hij liet alleen u achter? Nou, nee. Nou ja, als hij toch dood is. Hij is gevlucht. Oh. Waarvoor? We studeerden in die tijd. Paul deed chemie. En we waren nogal wild. Paul maakte drugs met wat mensen van de faculteit. Hij maakte drugs? Ja, LSD, speed. Maar soms verkocht hij dat, maar meestal was het voor onszelf. En wie zijn dan ons? Een vriendenclub. En waarvoor moest hij nou vluchten? Een meisje, Nora. Werd gek tijdens een trip. Psychotisch. Hij is van de flat gesprongen. Dus hij liep weg voor de politie? Nee, dat geloof ik niet. Die vader die ging helemaal over de rooien. Die wilde hem vermoorden. De achternaam van die Nora, weet u dat nog? Appelmans. Ja. Dank u wel. Ik weet het al. Jij was de grote uitzoeker. Ja. Nou, we hebben weer wat voor je, hoor. Ja, wij willen weten waar de vader van Nora Appelmans woont. Een jaar of 20 geleden. Foute LSD-trip, zelfmoord. Dank je wel, jongen. Zo, dus jullie noemen dit onthechting. Hè? Zwangere vrouw alleen achterlaten. Vervolgens 20 jaar lang niks meer laten horen. Hè? Er zit toch weinig spiritueels bij. Hij ging niet zomaar naar India. Hij zocht ontrichting. Oh, nou, als je het goed vindt, dan hecht ik me nog heel even aan deze zaak. Hallo. Hi, ik ben op zoek naar Ines. Wie ben je, als ik vragen mag? Hanna, hij kent me. Oké. Rinus is er even niet, maar ik verwacht hem elk moment terug. Nou, laat hem maar. Nee. Hier. Neem een kopje koffie. Ziet eruit alsof je het kan gebruiken. Nee, dat hoeft niet. Jawel. Hier, gevulde koek erbij. Ik heb mijn hele leven gesaggeld in de zaak om haar naar de universiteit te kunnen sturen. En dan maakt ze een klootzak haar kapot.
Wat u bedoelt, Paul? Ja. Ze kennen elkaar al vanaf de kleuterschool. Toen zat er al geen maat op. Gevaarlijke spelletjes, fikkie stoken, laten stiekem roken. Jatten, winkels. Ik heb mezelf een keer uit het bureau moeten halen. Noor was een goede meid. Hij deugde niet. U heeft gedreigd hem toen te vermoorden. Ja. Ik wilde die klootzak met mijn scherpste mes aan stukken snijden, uitbenen en door de haakmolen draaien. Nou, wat dat betreft was het wel goed dat hij betijds naar India is geëmigreerd. Is de kleerlijn naar India gegaan? Ja, hij is in een boeddhistische tempel terechtgekomen. Het is niet waar. Ja, hij is monnik geworden. Laat me niet lachen. Stront blijft stront. Waar is hij nou? Nou, als het goed is, in het mortuarium. Dus hij is dood? Ja. Het verbaast u niet? Mij niet, nee. Vent verdient niet beter. Paul is een aantal maanden geleden teruggekomen naar Nederland. En hij is vannacht in een boeddhistische tempel hier in Amsterdam vermoord. En u bent hem niet toevallig de afgelopen tijd tegen het lijf gelopen? Ik en niet, nee. Waar was u vannacht tussen 12 en 2? In bed. Uw vrouw kan dat bevestigen. Ik ben gescheiden. Na Nora's dood. Guinness. Heeft u toevallig ook warme ballen? Twee. Doe er maar twee. Broodje erbij? Nee, nee, nee. Heel even. Ja. En mag ik vragen waar je Rinus van kent? Van de tempel.